Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de 8e en laatste aflevering van Robin's Mol Talk. Ja, de mol van dit seizoen is Jeroen. En eigenlijk het hele seizoen had ik zoiets zo van hij kan het ook niet zijn. En dat veranderde letterlijk en figuurlijk bij de laatste aflevering. Want ze hadden natuurlijk al de handtekening gevonden. En daarbij was ook het stukje tekst wat op het papier stond, las hij anders voor. En dat was voor mij ook echt het moment om te zeggen van ja, hij is de mol. En eerlijk gezegd deed me dit ook heel erg herinneren aan de mol België, wat ik al vaker heb gezegd natuurlijk. Maar die ga ik er in ieder geval voorlopig inhouden. En ook voor de eerste keer van Robin's Mol Talk zat ik ook goed met wie de mol was. En ik ben hier natuurlijk ook ontzettend blij mee. In ieder geval was dit voor mij een hele toffe ervaring om weer met jullie te mogen delen. En ik kijk absoluut ook uit naar het nieuwe seizoen van Wie is de Mol. Maar voordat het zover is, is het tijd voor de nabespreking. En ja, waar zal ik eens gaan beginnen? Want er zijn zoveel gedachten en zoveel dingen. En nou weet je, ik ga me gewoon lekker beginnen met de bekendmaking van de mol. Vanwege de omstandigheden was dit anders dan normaal. En als ik het goed heb begrepen was dit het voor het eerst dat het niet live wordt uitgezonden. Uiteraard wel jammer, maar ook niet meer als logisch dat dit gebeurt natuurlijk. Maar goed, de mol is natuurlijk Jeroen en bijna iedereen wist wel dat hij het zou zijn. Maar goed, het blijft altijd spannend, want nou ja, zoals de mensen weten, vorig jaar was ik heilig van overtuigd dat het Nathan zou zijn. En ik had toen ook naar mijn gevoel moeten luisteren dat het Rob was. En daar heb ik nu dus echt wel van geleerd. Ik ben de mol. En dan is vervolgens Nikki de winnend finalist. En ik moet zeggen dat ik stiekem wel heel erg blij ben dat ze heeft gewonnen. Waar ze in 2019 het spel moest verlaten, heeft ze nu een mooi bedrag gewonnen. Die ze volledig heeft gedoneerd aan het KWF Kankerfonds. Een hele mooie afsluiting voor haar in ieder geval. En helaas is Tigo de verliezend finalist. Maar ondanks dat hij de hele tijd niet zeker wist, is hij toch echt tot in de finale gekomen. En dat is sowieso al een hele uitzonderlijke prestatie met deze groep mensen. En dan is het tijd voor de welbekende molacties. Te beginnen met de eerste opdracht van dit seizoen. Zijn jullie ook net begonnen? Ja. Nee, gisteren al. Oh, echt? Dit was echt een hele gedurfde uitspraak. En het verbaast mij ook dat beide niet doorhadden wat Jeroen zei. Echt petje af voor de actie. En ik heb het ook nog even gecheckt in de eerste aflevering. Uiteraard zat het er ook niet in. En dan gaan we door naar opdracht 3, ook van aflevering 1. En het stukje dat Nikki zich omdraaide, zag ze een schim van Jeroen. En ze twijfelde, want ja, niets is natuurlijk wat het lijkt. En ze had op dat moment had ze zoiets dat hij het zou zijn. Maar ze wist het ook niet zeker tot het einde van het seizoen. Of eigenlijk tot de laatste aflevering. Die de mol ooit gespot heeft. Zoals hij zei, wilde hij graag gewaagde acties doen en net iets anders denken. Juist omdat het hele goede kandidaten zijn die hij om zich heen had. Die ook natuurlijk al eerder hadden meegedaan aan eerdere seizoenen van Wie is de Mol. Maar ook in aflevering 2 wist hij een hoop geld uit de pot te houden bij de opdracht Steenrijk. Eigenlijk heel simpel gedaan, maar het was o zo effectief. Oh, wat een eier. In de verte zie ik de vrouwen voorbij dat 25 euro wisselpunt lopen. Ik denk maar, hoe, hè? Huh? Ah, die weg wordt ook alleen maar steiler, jongens. Dus ik dacht, als ik nou maar heel hard zeur over dat het zo zwaar is, dat Tigo misschien ook wel afgeleid is en dat 25 euro punt helemaal mist. En dat gebeurde ook. Iedereen was afgeleid en iedereen liep dan ook zo langs de goudsteen. Prima gelopen voor de mol natuurlijk. En dan natuurlijk ook de lezeropdracht. Ja, dat blijft een dingetje. En dat was voor Jeroen eigenlijk ook wel het belangrijkste moment om als mol niet meer verdacht over te komen. Door over de finish heen te gaan. Deze actie is dan ook meer dan prima geslaagd. Daar waar ik ook aangaf in mijn tweede aflevering van Robin's Mol Talk dat Natja het meer geld heeft gepakt. Werd ook hier ook bevestigd tijdens deze uitzending. En dan gaan we door naar de opdracht meer of min. Waar Jeroen een zinnetje Italiaans kan. Een zinnetje van groot belang voor het verloop van deze opdracht. Io chiudere la persiana per voi.
Oké. Grazie. Puoi chiudere le persiane, per favore. €400 uit de pot. Dit heeft ervoor gezorgd dat er niet €600 uit de pot ging, maar juist €1000. Heel slim gedaan van hem om zo geld uit de pot te houden. En natuurlijk het moment waar ze het schilderij moesten beschrijven wat ze zagen. Boven is eigenlijk een soort huisje. Huisje, dus je hebt een stal en daarboven een huisje? Ja. Hè? Ja, die bogen zijn natuurlijk zo'n essentieel onderdeel van het schilderij dat Peggy uiteindelijk moest maken. Dat doordat ze er niet op stonden, dat hele schilderij, ja, totaal onvindbaar werd. En verrassend genoeg vindt Ron wel het schilderij, maar Ellie en Patrick negeren dit. Eigenlijk een soort van een gemiste kans, maar ja, het is wel heel goed gedaan. En natuurlijk ook weer de opdracht achter je rug om. Hij heeft daar echt wel heel veel gedurfde dingen gedaan. Want het was natuurlijk op een grindpad waar je eigenlijk wel de mensen kon horen lopen natuurlijk. Maar zoals hij zelf ook aangaf, was er heel veel omgevingsgeluid, waardoor eigenlijk zijn voetstappen in het grind wegvielen. Dus daar heeft hij ook heel veel geluk mee gehad. De afgelopen weken heb jij geprobeerd de mol te ontmaskeren. Je bent op zoek geweest naar de waarheid. Maar is waarheid niet een kwestie van perceptie? Dit wint natuurlijk nooit. Dat was een waanzinnig intens moment. En uiteraard zijn er nog veel meer momenten geweest tijdens deze aflevering. Maar ik vond deze toch wel het meeste waard om te bespreken. Voor de overige fragmenten zeg ik natuurlijk dat je kan kijken op de website van Wie is de Mol zelf. En dan kan je gewoon de hele aflevering terugkijken met alle momenten daarin. En dan zijn we weer aangekomen bij de afsluiting van deze aflevering. En het seizoen van Wie is de Mol. En natuurlijk ook Robben Smalltalk. Ik vond het echt een heel leuk seizoen om naar te kijken en eindelijk goed te volgen opdrachten. Maar het maakte ook zoveel meer verraderlijk. Zeker omdat de molactie in de kleine momenten zaten. En natuurlijk leer je een klein beetje Italië kennen en de gewoontes en dergelijke. En ja, dat vond ik ook heel erg interessant. En wat ik ook al in mijn eerdere video's heb gezegd, ik wil iedereen bedanken die mijn video's hebben bekeken, hebben gereageerd op mijn video's en die zijn geabonneerd op mijn kanaal. Dit heeft voor mij dit seizoen heel veel betekend. En als kers op de taart natuurlijk, begint ook 2 januari weer een nieuw seizoen van Wie is de Mol. En uiteraard zal ik daar ook weer bij zijn. En tot die tijd zou ik zeggen, geniet van mijn andere video's die online gaan komen. En voor nu zeg ik dan bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan is het enige wat overblijft, is nu te zeggen. Later.